Heb jij je al voorgesteld hoe je oude dag zal zijn? Daar ben je toch niet mee bezig? Nou, vele mensen hebben van ouds nog, ik hoop op een rustige oude dag. Wat bedoel je met een rustige oude dag? Achter een geranium zitten. Appie denkt met regelmaat na over hoe zijn oude dag eruit ziet. Meneer en mevrouw Van Doorn wonen nu ruim een jaar in de Wartburg. Dan kom ik hier en dan realiseer ik me wel eens even, ja, wat is dit leven nu? Nou, dan denk ik, ja, ik heb een mooie woning, dus geen zorg wat dat betreft. Ik heb genoeg te doen. Ik ben zeer tevreden met de oplossing, want ik hoef niet te reizen om naar mijn vrouw te gaan. Dit is ideaal te noemen, dit, zoals we het nu hebben. Ik vind het prachtig. Ik kan zo naar naartoe lopen, binnen of buiten door. En ik ben er tevreden mee. Omdat ze zo dicht bij elkaar wonen, is het voor Appie mogelijk zijn vrouw elke dag te bezoeken. Elke avond om 6 uur loopt hij van zijn woning naar de PG-afdeling waar To woont. Hier aangekomen houdt hij haar gezelschap en drinken ze samen een kop koffie. Zit jij raar te doen? Nee, voor die ik ga een manieren? Koekje voor je geven, aan je geven. Ik wil naar huis zo. We zijn thuis. Hap maar af. Goed zo. Leg maar even hierop. Als je zo verder bent, dan kan je het volgende stukje nemen. En dan krijg je daarna koffie. Graag. Na de koffie blijft Appie bij To en helpt hij haar met het innemen van haar medicatie. Ja, slik hem maar. Heel goed. Ja. En ze zit dan allerlei gebaren soms te maken, maar het is niet makkelijk om zo'n paracetamol door je strot te krijgen, dat als ik het zo even mag zeggen. Wanneer To naar bed is gebracht door de zorg, gaat meneer Van Doorn weer terug naar zijn eigen appartement. Appie vertelt wat dit met hem doet. Ja, je zou kunnen verwachten dat ik wakker kom te liggen, maar dat is niet het geval, want ik ga naar bed en ik ben doodmoe. Goed, en dan lig ik en dan ben ik binnen de kortste keren weg. Dan denk ik, ja, het is toch wel wonderlijk, ik lig helemaal niet wakker. En als ik wakker word, dan heb ik nog wel eens een keer van, mijn eerste gedachte is, niet van, waar is ze, maar, oh ja, ik ben alleen of zo. Hoewel Appie niet wakker ligt, zijn er ook momenten waarop hij de situatie lastiger vindt. Het moeilijkste is als er wat met haar is. Dus als ze afwijkend gedrag even heeft, zo'n avond bijvoorbeeld. Terwijl ik wel weet dat dat meer voorkomt. Dus dat is gewoon, volgende avond is het weer anders. Het wordt door de zusters ook gezegd. Het gaat eigenlijk vrij constant. Het kan elk ogenblik, hou ik rekening mee dat het niet is. Want van de week s'avonds, zei ik je al, dat was echt helemaal, ja, zoals op. Ze zei ook steeds, ik ben kapot. Dat gaat zo langer om meer zeggen, maar dat is gewoon vermoeidheid. Niemand kan mij nog geruststellen als het over mijn vrouw gaat. Ik zeg, het beeld is heel onduidelijk. Daar zijn de geleerden het al over eens. Je weet niet wat er in zijn hoofd omgaat. Wat wil je daarover zeggen? Maar het is mijn vrouw, al 57 jaar, niet om daarmee mee te schermen, maar dat overkomt ons dus en dan is ze verdorie dement geworden. En een vrouw die mij in vele opzichten bij de hand hield eigenlijk. Zij was eigenlijk ook veel flinker, ook niet zeuren over pijntjes of dingen en geen gezeur. En daarom ook tegen de kinderen, als kleine kinderen, ze klein waren en ze wilden een kind niet meer eten. Met een vooruit, slikken maar. En dat doe ik nu als een keer medicijn even moeilijk. Mm-hmm. Dan zeg ik ook slikken maar. En die toon herkent ze wel. Ik ervaar wel, dat moet ik vaak denken, zonder daarover te zeveren verder. Maar dat dit is nu echte liefde en trouw. Dit was het laatste deel in deze serie. Hartelijk bedankt voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van andere projecten.